Jongens en meisjes, fijn dat jullie kijken en wie nu pas de televisie heeft aangezet, heel hartelijk welkom. Om 5:10 krijgen Bas en Adriaan goed de schrik te pakken als hun vriendje Robin in gevaar komt. Daarna, en dat is dan 4:15, zien jullie in Tros Popformule de beste hits en de mooiste videoclips. En dan nu, jullie kennen hem vast al, Roscoe. Hij leest weer voor uit zijn televisie prentenboek. Hoor kinderen, hoor, kom er maar bij, Roscoe leest voor aan jou en mij. Kijk maar goed, luister allemaal, het wordt een spannend en fijn verhaal. Hallo, oh, ik ben aan de vroege kant geloof ik, maar ja... Ik heb ook zo lekker bezorgd vandaag. Ik heb de lente onder mijn pet. Je ruikt het. Wat ruikt u? Wat ruikt u, bosbode? Brand? Oh, brand? Hoe kom je daarbij? Oh. Lente, meneer de haas. Ja? Morgen begint de lente. Wat een mooie spullen heb je daar. Krijgen we feest. Nou, bosbode, wat bent u wakker vandaag? Ja. En vroeg. Dat zei ik zelf ook al. Ik zou kunnen zingen van vreugde. Zeg Haas, is er bezwaar tegen het idee dat ik het postlied tegen horen breng voor die koters thuis? Wat u, postbode, ja, zingen? Ja. Kan u dan zingen? Waarom zou de post niet kunnen zingen? Oh, wat een pret, oh, wat een pret, de lente bruist, oh, de mooie pret. Oh, postbode, dat doet pijn aan mijn oren, oh, wat vals. Oh, alsof jullie zulke mooie muziek maken, hè? Ja. En die hond van jullie, die Roscoe met dat prijskonijn, is dat soms mooi dan? Ja, postbode, u brengt de post rond en wij hier doen weer wat anders. Oh. U moet wel blijven oefenen natuurlijk. Zoals Roscoe bijvoorbeeld. Hij is nu aan het oefenen voor goochelaar. Kijk maar. Attentie, Roscoe. Wat is daar nou aan? Die knikken hangt gewoon aan een taartje. Niks hoor. Hij draaide dat stokje toch om de bal heen? Oh, ja, trucjes. Hé, nou niet even tijd voor het postlied. Dan begeleid ik me erg op de joekeloeloe. Prachtig kan dat worden. Postbode, niet zo zeuren. Ah. We zijn met Roscoe bezig. Ah. Opgelet, Roscoe. Oh, altijd die hond met die bontjas. Boah. Gezien, postbode? Oeh. Dat ei hangt niet aan een touwtje. Er zit een vogeltje in dat ei. Maak dat de kat wijs, een vogeltje. Ja. Attentie, Roscoe. Prachtig gedaan, Roscoe. Doen we ook in de circusvoorstelling bij Clowntje Pierenwiet. De postbode is hier. Laat nog even die geheime truc zien. Hij begrijpt er niets van. Ja, zo ken ik het ook, met de stofblazer. De slang aan de achterkant van de stofzuiger
Nou, handig trucje hoor. Die Roscoe voelt ze erg als een vis in het water met die cursies. Maar muziek? Nee, dat ken ik zelf beter, denk ik. Ken u het postlied eigenlijk wel? Nou, als u het net zo vals zingt als dat lentelied? Nee. Huh? Dan laten we maar naar een stukje Artus gaan kijken. Net zoals u zei, als een vis in het water. Hoor. Maar ze kennen slecht zingen. Postbodes. Die kennen ze. Oh, postbode, blijft u aan de gang. Vooruit dan maar. Oh ja, afgesproken. Daar zal je geen spijt